Goedemiddag, welkom allemaal. In deze korte en bondige tutorial wil ik jullie laten zien hoe je een goede scherpe manvisfoto krijgt. Iedereen die kent het, je hebt een mooie vis gevangen, je bent in je eentje en je wil een goede foto. Er zijn een hoop variabelen die een goede foto maken of breken. Veel van die variabelen kun je naar de hand in post-processing nog aanpassen. Maar een goede scherpe foto moet je direct in de basis goed doen. Heb je een onscherpe foto, dan ben je bijvoorbeeld kansloos. Ik laat jullie zien hoe je een reterscherpe manvisfoto krijgt. De compositie is bepaald, de camera staat op een statief, ik heb de mat neergelegd voor een bossage en nu is het zaak dat we zorgen dat we een hele reterscherpe foto gaan krijgen. Iedere lens heeft een schuifje op de lens zitten tussen autofocus en manueel focus. Het is belangrijk dat die op manueel focus komt te staan. Vervolgens zorg je ook dat je een object op het midden van op de haakmat hebt liggen, ter hoogte van waar de vis ongeveer komt. En dat is precies waar je de focus wil hebben. Dus je legt een object neer, je zoomt in op de camera. Deze kan twee keer inzoomen. Je draait aan de ring zodat je hem rete scherp hebt. Ben je tevreden met het focuspunt? Dan zoom je uit. En de volgende stap is om ervoor te zorgen dat je intervalinstellingen goed staan. Ik heb mij nu onder een snelmenu zitten. En ik heb de interval op 12 seconden staan. En dan maakt hij oneindig foto's met een interval van iedere keer 3 seconden. Nu staat in principe alles klaar. Het enige dat nog ontbreekt is vis. Hier is de vis. En nu komt het geheim van de smid. Dat de lenzen, en zeker als je op een 1.4 diafragma schiet, hebben een hele kleine range waarop ze echt scherp zijn. En mijn trick is om bij iedere 3 seconden de vis heel iets te verplaatsen over de range waar je ook op hebt gefocust. En zodoende heb je altijd één plaat die reterscherp is. Als je dit doet, deze hele simpele basisprincipes in acht neemt, dan weet ik zeker dat ook jij, iemand met weinig ervaring, reterscherpe foto's kan schieten. Dit was mijn korte en bondige tutorial. Bedankt voor het kijken allemaal. Mocht je nog vragen hebben, dan laat een reactie achter. En wij zullen deze zeker met heel veel liefde beantwoorden. Tight lines and make a nice shot.